Hallo allemaal, vandaag in deze video wil ik jullie laten zien hoe je eenvoudig en makkelijk een bloem kunt maken met de stans van Creative Expressions. Het is een stans, als je die aanschaft zitten er 13 onderdelen in, met zowel de bloemblaadjes als de stampertjes als de hartjes van de bloem. Als je deze uitstanst met wit papier kun je ze daarna heel leuk gaan bewerken met stempelinkt. Om even een voorbeeld te laten zien hoe het er dan uit kan zien. Zoals je hier ziet, zie je een grote bloementoef, maar je kunt ook kleine subtiele bloemetjes maken. Het is allemaal mogelijk met deze stans. Dat ga ik jullie even laten zien in de video. Ik heb ervoor gekozen om ze uit te stansen op wit papier en vervolgens met een embossmatje te gaan embossen. Dan zie je de nerfjes van de bloem ook mooi omhoog komen en dat geeft ook echt een extra dimensie aan je bloemetje. Wat ik dan vervolgens ga doen is ze bewerken met stempelinkt. Ik kies hiervoor voor de Versa Magic stempelinkt en daarvoor gebruik ik zo'n daubertje. Dat is eigenlijk een soort stempelkussentje, de asvingerhoedje. En dan ga ik beginnen met de lichtste kleur. En daarmee ga ik eigenlijk de hele bloem een beetje mee inkleuren. Dat hoeft niet heel precies. Dat is juist wel leuk als dat een beetje nonchalant gaat. Dat doe je met alle bloemblaadjes. En vervolgens pak ik een wat donkerdere kleur. En daarmee ga ik eigenlijk de uiteinden van de bloem aanzetten. En dat doe ik aan alle drie de kanten. En dat zorgt ervoor dat je zo meteen dat overloopverschil ook heel leuk ziet in je bloemetje. Ik gebruik hieronder eigenlijk altijd een craftsheet. Zo meteen doe ik een doekje overheen en dan is mijn craftsheet verder ook weer schoon. Hè? Dus daar hoef je niet druk over te maken. En wat ik dan vervolgens doe, dan vouw ik ze eigenlijk altijd een beetje naar binnen, de bloemetjes. En dan ga ik ze eigenlijk op elkaar opbouwen. En je kunt natuurlijk zoveel lagen maken als je wil, hoe voller en hoe intenser je bloem wordt. Maar dat is eigenlijk naar eigen inzicht. Ik vind het altijd wel leuk als een bloem echt mooi bol is. Maar je kunt ook voor laag kiezen om gewoon één of twee lagen te gebruiken. Maar dan heb je een beetje een idee hoe het in zijn werk gaat. Ik begin bij de grote bladeren. Pak ik een klein beetje lijm, breng ik aan en dan leg ik deze eigenlijk op die manier op mijn bloem. En zo ga ik hem eigenlijk helemaal opbouwen. Dus dan de volgende grootte. Maar je kunt natuurlijk ook nog een keer een laag van deze grootte doen. Dat geeft ook een leuk effect. Maar zo kun je dus eigenlijk alles op elkaar gaan stapelen. Een beetje naar eigen inzicht. En als laatste gebruik ik het stampertje. Die vorm ik eigenlijk een klein beetje omhoog. En dan weer wat lijm erop. En dan kun je hem eventueel nog iets van een pareltje of zo erin doen. En zo creëer je eigenlijk heel makkelijk en eenvoudig je eigen bloemetjes. Om het even aan te geven hoe zo'n volle bloem eruit ziet. Hier heb ik ook een grote bloem, maar je kunt ook kleine bloemetjes maken. En vind je het te veel op je project of op je kaartje, dan kun je het ook op een heel subtiele manier doen door kleine bloemetjes te maken. Het is allemaal mogelijk met deze stans. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was en ik hoop jullie heel snel te zien weer in de volgende video. Doei doei!